Sana Valiulina is schrijver. Ze woont in Nederland, geboren in Estland, woonde lange tijd ook in Moskou. En drie weken geleden verscheen van haar opnieuw De Boekhouder en de Overste. Fictie, dit boek, maar o oh zo herkenbaar. Rusland heet er Gazolia, de hoofdstad is Pegelburg. En de Overste is een eenzame, cynische, gebotokste dictator. De roman bleek nog urgenter dan gedacht. Na de, bijeenkom de gebeurtenissen van uh, ja, de laatste elf dagen. Hartelijk welkom, mevrouw Vialulina. Nou, sorry, het <laughs> ja. ging uh, oh. de eerste keer goed, de tweede keer niet. U woont al lang uh, in Nederland. U bent geboren in Tallinn, hè? Ja. de hoofdstand van uh, Estland. Mm. Hoe heeft u die eerste week van de oorlog beleefd? Uh, ik ben gewoon in shock, nog steeds. Uh. U heeft me aangekondigd aan het begin... dat mevrouw Sanne Walulina zal, zal ons allemaal uitleggen... wat we van wij de Russen niet, niet begrijpen. Ja, ja. Ik begrijp er echt helemaal niks van. Dus... Um, um, dus ook bij u uh, is de shock zo groot en de ja, verwarring eigenlijk zo ja. groot... over wat er gebeurd is, dat u ook niet weet waarom Ja, waar nee, is. Nee, verwarring en shock. En ook bij de Russen zelf, dus... Uh, Russen met wie ik spreek of die ik zie, is gewoon een shock, is gewoon gigantisch. En uh, ik zou ook nog... Uh, kijk, je hebt natuurlijk, je hebt Poetin en je hebt het Russische volk. En je kan zeggen het Russische volk heeft Russische ziel. En je zou kunnen zeggen dat Poetin zou ik ook nog ergens kunnen begrijpen. Ik zou een klein beetje zijn logica daarmee zou ik mee kunnen, kunnen gaan. Uh, over Poetin gesproken. Ik denk dat deze man krankzinnig is. Ik, uh, ik weet dat misschien Nederlandse academici zouden dat misschien niet een juist antwoord vinden, omdat het nou eenmaal een academisch uitleg behoeft. Mm -hmm. Zo'n volstrekt idioot actie, echt misdadige actie. Maar ik denk dat die man is krankzinnig en dat is ook niet alleen mijn mening, ook heel veel Russen denken zo. Hij is, uh, wat meneer Rutte zei, absoluut paranoïde. Hij heeft de achtervolgingswaan waarschijnlijk. Um, kijk, in dat boek heb ik geprobeerd om in het hoofd van een tiran te kruipen. Mm -hmm. En alle tyrannen lijken op elkaar, laten we zeggen. Er is niks bijzonders. Het is allemaal hetzelfde. Ik denk aan Stalin, Jozef Stalin, de grootste kannibaal uit de 20ste eeuw. Nou ja, we hadden mal, maar, maar ik bedoel in Europa. Uh, hij had drie slaapkamers. Niemand wist waar die man sliep. Hij was buitengewoon. Waar zit Poetin nu? Hoeveel bunkers heeft hij nu? Hij ontvangt Niemand bezoek weet. aan een tafel ja. van 20 meter. Niemand weet ja. waar hij zit. Hij verschant zich ergens. Um, maar toch even. Want ja. u, 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 ik, we, we komen op al deze ja, 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 dingen die u zegt. Ja, 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 ja. hoor. Ik, ik moet even denken aan een column die u gaf... in het uh, VPRO-radioprogramma mm -hmm. OVT. Vorig jaar rond deze tijd. Mm -hmm. Toen zei u dat het regime in Rusland mm -hmm. op sterven na dood is. Mm -hmm, mm -hmm. Maar dat de doodstrijd gepaard ja. gaat met rare sprongen. Precies. Is dat wat, wat, wat er gaande is? Absoluut. Uh, ik ben ervan overtuigd. <coughs> en met mij heel veel andere mensen die ook in Rusland zitten... en die natuurlijk... Kijk, je kan en die vanuit, 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 van binnenuit die situatie iets beter kunnen misschien schatten dan ik... want ik woon hier tenslotte al 32 jaar. Het is, regime heeft een collapse. Dat is absoluut duidelijk. Maar... De vraag is natuurlijk, de vraag is hoe lang kan die collabs duren? Hm. Dat kan heel erg lang duren. Kijk, ik denk dat de rol van Poetin als politieke leider... totaal uitgespeeld is, maar hij is een fenomeen. Het kan nog jaren duren. Ja, en er zijn en heel veel er... Russen die hem steunen. Nou ja, en hier kom ik dus bij iets heel belangrijks... Uh, uh, voor mezelf ook, want ik ben daar constant aan het nadenken... Kijk, in, in het hoofd van Poetin kan ik enigszins... Uh, daar ga ik nog er, ergens uh, iets later over hebben, over wat ik over hem wil zeggen. Maar voor mij, het grootste raadsel blijft toch het Russische volk. En dat is eigenlijk cruciaal, want het volk... Het is eigenlijk... Ik moest denken even... Als we denken aan uh, sterrenkunde, aan, aan, je hebt zo'n begrip, zwarte massa. Dat is, schijnt heel fascinerend te zijn. Ik ben... Ik heb er ook geen verstand van. Ja. Maar zwarte massa is eigenlijk iets wat niemand precies weet wat het is. Maar het is cruciaal voor dynamiek in het kosmos. Ja. En, en, en eigenlijk is het Russische volk een soort zwarte massa voor mij. Raadselachtig. Raadselachtig. Gisteren heb ik nog gekeken naar. Um, je hebt nog uh, zo'n heet Radio Swoboda. Svoboda is een Russisch, uh, in het Nederlands vrijheid. Dat is Radio Liberty. Mm -hmm. dat, is, uh, dat is in 1949 in Berlijn ontstaan en het is nu, ze zitten in Praag. Ze hebben nog, uh, ook uh, journalisten ja. in Oekraïne. En Russische mensen werden geïnterviewd. Laten we zeggen tien. Tien personen, waarvan zeven voor de oorlog en voor Poetin waren. Dus drie waren uitgesproken tegen. Ja. Maar. En als je in de peilingen kijkt nu, wat ik dus begrepen heb de afgelopen dagen... Hm? dat de populariteit van Poetin van 60% naar 70% is gestegen Bestegen, nu. Ja. Wat, even toch proberen dat raadsel dan te ontrafelen. Hoe kan het dat zoveel Russen Poetin kennelijk steunen? Of is het misschien zo dat er meer Russen zijn die Poetin niet steunen dan we denken? Ten eerste, alle peilingen zijn heel erg bedenkelijk omdat je. Kijk, Rusland is geen vrije land. Niemand zou zijn of haar vrije mening geven. Nee. Dus, dat, dus we weten dat, dat gewoon niet. We weten dat niet echt. Kijk, echt sociologie als we dat hier hebben, kan daar niet bestaan per definitie. Mm -hmm. uh, tegelijkertijd, veel mensen die daar echt wil kijken op hebben, hebben het gevoel dat toch de meerderheid van Russen hem steunt. Ja. Um, wat zou ik zeggen? Uh, wat denkt u? Ik denk dat het zo is. Ik denk dat mensen gewoon. Um, kijk. Um, het is zo erg om. Uh, ik, ben, ik zit hier uh, zo. Ik wil niet superieur wezen in de zin van. Ik ben ook een deel van die cultuur. Ja. Ik herken bepaalde dingen. Mm -hmm. Ik herken bepaalde dingen. Uh, bijvoorbeeld uh, dat nooit volwassen willen en kunnen worden. Dat herken ik ook in mezelf. Ik heb er ook heel veel moeite mee. Ik heb me echt. Ik moest bepaald heel veel dingen leren hier in het Westen. Uh, en even, even, dit, kunnen... even dit eruit halen. U ja. zegt nooit volwassen willen worden. En kunnen worden en... ook niet. Dus maar laat ik de vraag dan ja. zo stellen. Denkt ja. u dat. willen Russen democratie? Nee. Waarom niet? Uh, omdat democratie is een eigenlijk. Een ongelooflijk. Ten eerste is het moeilijk. democratische samenleving is een, een echt lastige, ingewikkelde samenleving. Daar moet je volwassen voor zijn. Uh, daar moet je volwassen voor zijn. Het gaat ook heel veel over je eigen persoonlijke verantwoordelijkheid. Mm -hmm. En ook heel belangrijk is, democratie past niet in de Russische geest. De Russische geest is heel extreem, grenzeloos. En al die, al die kwaliteiten, grenzeloosheid, extremiteit, zijn fantastisch in de cultuur en literatuur. Niks is mooier dan de Russische literatuur. Daar werkt het. Maar niet in een sociaal-economisch stelsel. Nee. Kijk, zij vinden dat allemaal gewoon heel saai. Ze houden van een sterke arm. Laten we ook niet heel belangrijk iets vergeten, natuurlijk hun geschiedenis. Dat is natuurlijk een vol verschrikkingen en tirannen. En als we nu kijken, niet eens naar Iwan de Verschrikkelijke, maar naar de 20 e eeuw, waarin heel veel dingen zijn gebeurd. Mm -hmm. uh, de Russische Revolutie, vervolgens komt Stalin aan de macht. Mm -hmm. De kannibaal van, 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 van Europa. Mm -hmm. Uh, dan zie je natuurlijk dat er enorme zuiveringen plaats hebben gevonden. En uh, ik, er, er is zo'n heel interessante site in Rusland, Alles is nu ver, verboden. Maar er was een site dat heette. Ja, ik ben een beetje aan het, uh, aan het zoeken. Uh, Geeft niks. Ja, nee, een beetje aan het zijpaden, want dat daar gaat mag, het ook dat om. mag geen buiten. Ik ben niet zo gestroomlijnd. Nou, gelukkig. Ja. Uh, en daar is een prachtige site en dat heet Onsterfelijk Barak. En in, in die site proberen de makers van die site dus namen. Aan de mensen komen daar die allemaal uh, gezuiverd werden, werden tijdens die terreur van Stalin. En Sorry? je ziet mannen, mensen. Het is een soort elite, geestelijke elite. Mensen die eigenschappen hadden die niet. die mensen die konden niet overleven in die regime. Dus wie overleeft dan? Het is een soort evolutieproces bijna. Zo, ik probeer, probeer uh, even ja. te komen daar waar. waar uh... Waar het misschien ook helderheid geeft, vergelijkt u ook het regime van Poetin zoals het nu is mm -hmm. met dat van Stalin? Ja. Okay. Um, is Poetin van een vergelijkbare orde? Ja, zo langzamerhand. Dat, dat ik, 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 ik onthield me altijd van dat soort extreme. Uh, uh, het is heel verleid, verleidelijk om te zeggen: ja, hij is een nieuw Stalin en zo. Hij is iets tussen Stalin en Hitler tegelijk op dit moment. Ja. Hoe zit het met het feit dat, um, dat, dat is tenminste wat je veel hoort hier ook, het is verbazingwekkend wat er gebeurt omdat uh, Poetin als het ware een broedervolk aanvalt? Ja, wordt, dat zo, wordt dat zo gevoeld? Ongelooflijk. Kijk, als ik nu naar, naar televisie kijk, of naar een televisie naar, naar iets, zie ik daar een burgemeester van uh, Harkov praten. Het is gewoon een Rus. En het zijn gewoon Russisch. Het is echt totaal absurd nu om naar mensen uit Oekraïne te, te luisteren die Russisch spreken. en die aangevallen worden gewoon door de Russen. Ja. Zou je kunnen zeggen. Um, u, u duidde net hoe de Russische volksaard. Voor zover je dat kan vaststellen. Als je nou kijkt naar de Oekraïners. Um, we leren die toch uh, kennen nu als mensen ja. die wel vechten voor hun land. en voor het behoud van hun, van hun samenleving. Ja. Heel anders. Heeft Poetin zich daarin vergist? Uh, kijk, uh, Putin, nu even terug naar Poetin lijkt aan fantoompijn. Dat is, is waar je. En fantoompijn kan heel erg zijn. Kijk, hij heeft Oekraïne beschouwd, en niet alleen Oekraïne hoor, de Baltische landen ook alles. Het waren zijn koloniën, het waren koloniën van de soort. Het decolonisatieproces heeft, heeft plaatsgevonden. Hij wil het allemaal terug hebben. Want dat is de pijn die hij leidt. Dat is die fantoompijn en die kan echt heel erg zijn. Ja. Dat denk ik wel. Hij heeft zich, en kijk, toen uh, Oekraïne werd onafhankelijk, toen kwam die verschrikkelijke aan het. Janukovic uh, was een schoothondje van, uh, van Poetin. Maar Oekraïne spikte dat niet. Nou, dat vind ik ongelooflijk. Uh, ze hebben die man weggejaagd. Ik heb een Oekraïense buurvrouw. Nou, het is verschrikkelijk wat ze allemaal niet, niet, niet meemaken. Er ouderen zitten in, in Kiev en alles. En zij zegt telkens. Ja, en die Russen hebben die 22 jaar die, die, die man getolereerd. Waarom gaan ze niet straat op? Maar ze gaan het niet doen. Al die sancties nu. Ze gaan eronder lijden Russen. Maar weet je wat de Russen zeggen? Hoe slechter, hoe beter. Bovendien... Hoe, hoe slechter, hoe beter. Ze, kunnen, ze zijn al in een soort van staat van beleg. Uh, want het is een soort van indoctrinatie, oorlogsindoctrinatie... die dus uh, in de Sovjet-tijd natuurlijk enorm heeft plaatsgevonden. Ik, ik heb daar ook onder geleden. Nou, later kwam iets van perestroika, toen was het enigszins afgezakt. Nou, met Poetin is er helemaal opnieuw mee begonnen. Dus ze zijn in staat van beleg. En ze zijn... Uh, ze Pieken pikken alles van Poetin, maar niet van het Westen. Ze zullen nooit toegeven. Ze kunnen best zonder tomaten in de winter, ze kunnen heel goed zonder bananen overleven. Oh, geen enkel probleem. Bovendien... De Russen zijn bereid te lijden ja. onder hun ja. eigen leider. Ja, natuurlijk. Maar niet onder het niet Westen. Onder het westen. Uh, bovendien, wat ook nog een belangrijke rol speelt, ik heb dat nog niet gehoord, nergens, de kerk, de Russische kerk. We hebben de patriarch Alexei. En dat is gewoon een ex -kagebeer. Dat is gewoon een van de Poetjes En die heeft de uh, uh, oorlog uh, uh, goedgekeurd uh, een paar dagen geleden. Mm -hmm. En de Russische kerk is uh, wel al heel machtig in Rusland. En uh, de Russische kerk heeft altijd is een orthodoxie dat heeft, een, dat heeft uh, aanknopingspunten met uh, islam. En dat is eigenlijk het idee van leidzaamheid is heel erg sterk. En wat is het verband met de huidige situatie? Uh, dat uh, leidzaamheid, mensen moeten lijden nu. Moeten leiden. Mm -hmm. dan, dan gaan we leiden voor, voor, voor Poetin, gaan we leiden. Maar het westen, nee, dat pikken we niet. Nee. Ja, en Als u, u kijkt uit... naar de situatie zoals die nu is ja. en u probeert ons te duiden van hoe, hoe dat ook uh, zeg maar in die samenlevingen in elkaar mm -hmm. zit, mm -hmm. wat is Poetins eindplan? Waar gaat dit naartoe? Heeft u een idee? Uh, je kan natuurlijk niet in het hoofd van een gek kijken, sowieso. In andermans hoofd kan niemand kijken. Uh, ik weet het niet, er waren verschrikkelijke plannen. Ik denk uh, misschien is een Syrische scenario, Syrisch scenario scenario, dat is verschrikkelijk, want Russische generaals. Jongen, het is aan hen toevertrouwd om, 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 uh, om steden plat te bombarderen. Dus dat is het ja, maar allerergste. U, komt, u komt uit Estland. Ja. Um, hoe groot is de angst in de Baltische enorm, Staten dat dat, enorm, dat daar enorm, verder enorm, zal gaan? Enorm, enorm. Alle en hoe waarschijnlijk acht u dat? Want dat zijn wel NAVO-lidstaten. Uh, nou, het zou zo kunnen zijn als die Oekraïne klein krijgt. En we zijn natuurlijk ontzettend bang voor de kernwapens. Maar goed, laten we zeggen, die gebruikten niet. Maar Oekraïne wordt verdeeld. Ja. Alle leger daaruit. Alleen politiemacht uh, mogelijk. Uh, een of andere... Jan schijnt al in, uh, in startblokken te zitten in, in Wit-Rusland. Mm -hmm. Stille voor dat gaat gebeuren. En als we Westen het pikt, is de volgende, zijn de Baltische landen. En uh, was hij ook niet, uh, heeft hij zijn pijl ook niet ergens naar Moldova gericht laatst? Ik heb iets gehoord naar Moldavië. Moldavië, over... ja. 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 Hij heeft het ook over een groot Slavisch rijk gehad. Hè? Ja. Oorlogspieter ja. René ja. Bos Jones, de voormalige ambassadeur ja. in Moskou, meldde dat. Ja. Duistere plannen. Hele duistere plannen, echt zo gevaarlijk voor de hele wereld. Mens is geen eiland, land is geen eiland. We zijn allemaal verbonden met elkaar. Hoe moet je deze maniak stoppen? Het is de vraag. Dank voor dit gesprek.